De oorsprong van landgoed Bredius ligt in 1824. Toen kocht de Woerdense burgemeester Jacobus Bredius enkele percelen grond in Woerden. Bijna 200 jaar later is het beheer van het landgoed in handen van een stichting met als doel een plek van rust, educatie en recreatie. Midden in stad Woerden en dan zo'n prachtige natuurplek, dat verwacht je niet. Nee. Met fruitbomen, hoogstam. Hoogstam fruitbomen. Fruitbomen. 370 bomen staan hier in totaal op het park. Maar dat is toch best uniek? Dat is heel uniek. Er komen mensen hier langs fietsen of die hier al jaren naar Woerden komen vanuit Meter Wildnis bijvoorbeeld. En die heb ik een keer meegenomen en die waren compleet verbaasd dat hier zo'n natuurgebied is. We hebben hier, ik meen in totaal ooit, kleine 1000 fruitbomen gestaan. En hebben ook gewoon koeien geweid en schapen en noem maar op. Dus het was een complete boerderij. Kees en zijn collega's zijn vrijwilligers en zorgen ervoor dat de fruithoogstambomen in het park elk jaar worden gesnoeid. Ik wil ze graag komen helpen. Dat hoef ik niet twee keer te zeggen. Oh, scherpe zaag. Kijk, alles wordt bij elkaar gesprokkeld om mij te voorzien van materialen. Binnen de kortste keren hebben ze mij omgetoverd tot een professionele snoeier. Is het te dik of te dun? Ik ben er klaar voor, ik ben een van de mannen. Mijn pistool is geladen. We gaan zagen. Vrijwilliger Piet neemt mij onder zijn hoede en stuurt mij de boom in. Hallo, goedemiddag. Hallo. Omdat je bij hoogstambomen een ladder nodig hebt, is het van groot belang dat je ladder ook veilig staat. Als je snoeit, doe je dat dus ook om je ladder veilig te zetten. Dit heet een ladderzet. Ja, dan kan je de volgende keer hier weer de ladder in. Het is niet alleen vanwege de sociale contacten en het fysiek bezig zijn dat Piet vrijwilliger is bij het landgoed. Hij vindt het ook heel nuttig werk. Veel mensen genieten daarvan, van zo'n park hier. En nou ja, door het snoeien hou je die bomen ook in stand. Als ze op een gegeven moment oud zijn en aanvallen, dan planten we opnieuw aan. En goed, dat doen we allemaal zelf. We kopen die zelf in en planten die. En ach, dat geeft wat bindingen. Ja. Ja, dat is mooi. De mannen hebben zo hard gewerkt. Ik vind dat ik wel iets terug kan doen. Mannen, ik heb het heel goed gezien. Jullie werken ontzettend hard. Dus jullie hebben wel wat lekkers verdiend. Ik ga de keuken induiken om wat lekkers voor jullie te maken. Ja? Nou heren, ik ben vorige week bij een hoogboomstambrigade geweest. Dus die nog wat peren voor me had, stoofperen. Dus ik heb stoofperenmoes gemaakt. En daar deze koekjes van gemaakt. Als dank voor de koekjes en het snoeien hebben Kees en de mannen ook nog iets voor mij. Het komt elk jaar hier van het landgoed af. We plukken dan een heleboel, zeg maar 3.000-4.000 kilo appels en peren. En dit jaar hebben we bijvoorbeeld 1750 flessen sap van laten maken. En ik zou zeggen, proef het en geniet ervan.